De herverdeling van de politiebudgetten kan wel eens gunstig uit gaan vallen voor Friesland. Een ambtelijke stuurgroep, waarin ook de Leeuwarden burgemeester en Friese korpsbeheerder Vert Kroonen zitting heeft, stelt een herverijking van de budgetten voor. Meneer Kroonen, de herverdeling van de politiegelden valt positief uit voor Leeuwarden. Ja, dat is het voorstel. Hè. We zijn er nog niet, maar het is een heel belangrijk voorstel, omdat nu eens goed is uitgerekend. Waar zijn de politietaken? Centrumsteden, platteland, noem het maar op. En Friesland heeft gewoon te weinig gekregen de laatste jaren en dat moet gecorrigeerd worden. De nieuwe verdeelsleutel doet meer recht aan de werklast binnen de 25 regionale korpsen. Jaarlijks mogen de korpsen 3,4 miljard euro verdelen. Volgens de nieuwe verdeling zou Leeuwarden recht hebben op 6,4 miljoen extra. Om hoeveel geld gaat het? Nou, het zou de komende 3 jaar over 6 miljoen gaan en dat kan dan oplopen tot meer dan 10 miljoen op lange termijn. Dat is het voorstel. Daar zijn we heel blij mee, want we hebben natuurlijk nu ten onrechte zijn we krimpkorps geweest. Leeuwarden is het speerpunt, begrijp ik. Het gaat er wel om heel Friesland. Nou, in het vorige berekening is geen rekening gehouden dat Leeuwarden heel veel centrumtaken heeft. Ook als het gaat om helaas dingen van politietaken, dus drugsoverlast, noem het allemaal maar op. Dat is ook niet erkend voor bijvoorbeeld Nijmegen en Tilburg. Dus die krijgen nu allemaal meer geld. En dat is ook het voordeel van heel Friesland. Wanneer zou het gaan spelen? Ik dacht 1 januari. Hè? Nou, de bedoeling is dat het vanaf 1 januari begint. Maar het kabinet moet het advies nog overnemen. En natuurlijk, sommige andere korpsen moeten inleveren. Dus die gaan natuurlijk nu piepen. Dus het is nog maar de vraag of het allemaal gaat lukken. Maar daar gaan we voor vechten. En het kabinet moet natuurlijk nu het onderzoek wat ze zelf heeft laten doen wel serieus nemen. U zit zelf in deze commissie. U zat dicht bij het vuur. Ja, maar ik zit daar niet namens Leeuwarden. Ik zit daar als lid van het landelijk politiebestuur. En er zitten dus ook anderen bij. En dit is gewoon objectief uit het onderzoek gekomen. Het komt goed voor Leeuwarden uit, maar dat had ook anders kunnen uitpakken. Maar ik ben wel blij dat ik er zat. Vooral grote steden moeten fors budget inleveren ten gunste van provinciesteden en grensregio's. De 3 grote steden moeten inleveren, maar niet allemaal. Utrecht krijgt bijvoorbeeld ook meer geld. Er zijn ook kleinere korpsen die we ook moeten inleveren. Dus het is niet zo dat dit alleen maar van groot naar klein gaat. Het is echt een eerlijk systeem. Waar heb je problemen? Daar moet het geld naartoe.